Wij zijn hier vandaag op Telenet voor Kom op tegen kanker. Wij nemen met Telenet deel met 3 teams. En door dit ontbijt te organiseren hebben wij al €2.400 binnengehaald. Dat wil eigenlijk zeggen dat wij al 1 team volledig binnen hebben met de centjes. Het ontbijt vandaag is een enorm succes. We hebben maar liefst 403 deelnemers. Nu, het is voor het 3e jaar dat we met Telenet meedoen aan Kom op tegen kanker. En het breidt zich altijd maar uit, want het eerste jaar waren we met 1 ploeg van 8 mensen. Vorig jaar 2 en nu zijn er zelfs al 3 ploegen. Dus we mogen het zeker een succes noemen. Het is ook natuurlijk voor een goed doel. De mensen voelen zich daarmee betrokken. Iedereen heeft in de familie of in de vriendenkring wel iemand die, die kanker heeft of kanker heeft overwonnen. En ja, voor onszelf ook. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook schildklierkanker gehad over 2 jaar. Dus voor mij persoonlijk is het begonnen met mijn vader die kanker had. En Telenet is dan begonnen met de 1000 kilometer tegen kanker. En ja, dat was voor mij natuurlijk een grote motivatie. En dan nadien zelf het moet er ondergaan. Dus persoonlijk ben je daar nog eens extra bij betrokken natuurlijk. Hè. Andere bedrijven die deelnemen aan Kom op tegen kanker, die kunnen zeker inspiratie halen uit dit initiatief. Want zo'n ontbijt, dat wil iedereen wel doen. De wafelverkoop doet het ook altijd heel goed bij ons. En de quiz is ook zoiets dat heel veel mensen aanspoort om het initiatief te steunen. Dus ja, ik zou zeggen van iedereen dat zich geïnspireerd voelt door onze ideeën, doe maar, want dat is echt wel een enorm succes.